Helemaal en welkom bij alweer een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben hier vandaag met een mega, en ik overdrijf niet, een mega extra large Primark shoplog. Ik moet zeggen, ik heb hier schandalig veel spullen liggen. Maar ik heb daar eigenlijk ook wel een reden voor. Het is niet zomaar dat hier superveel spullen liggen. Ik heb ook voor onze reis naar de Verenigde Arabische Emiraten ben ik al eens naar Primark geweest. En ik heb daar toen heel veel gekocht. Als je mijn vlogs volgt van op reis, dan heb je daar al wel enkele Primark spullen in zien passeren. Maar gisteren was ik in een andere Primark. En eigenlijk zijn alle spullen die ik hier nu heb liggen, dus ook die ik in begin september heb gekocht, die kan je eigenlijk nog altijd bij Primark vinden. Dus het zou maar stom zijn als ik jullie die niet zou laten zien. Ik ben ook naar 3 verschillende Primarks geweest, want in elke Primark heb je wel een andere collectie. Ik ben naar de winkel in Lille geweest, de nieuwe in Antwerpen en naar mijn favoriet, die in Luik. En ik wil ook graag weten welke jouw favoriete Primark winkel is, want dan kan je daar misschien ook wel eens langs gaan. De ene winkel is de andere niet. Ik weet dat die in Gent en Hasselt, die zijn niet zo heel goed hier in België. Brussel is ook wel minder, maar Luik is echt top. En ik moet zeggen dat Antwerpen ook niet heel slecht is. Maar wat is jouw favoriet? Laat het mij weten in de reacties hier beneden. En dan ga ik er gewoon aan beginnen. We moeten echt door superveel gaan, dus ik ga niet te lang praten. Sommige stuks die heb ik natuurlijk al aangehad. Daarvan weet ik de prijs niet meer zeker. Maar waarvan ik de prijs wel zeker weet, die prijsjes laat ik in beeld verschijnen. Ik heb trouwens 2 van die grote plastic zakken waar we door moeten gaan. En 1 gewone zak. We gaan eraan beginnen. Ik zal beginnen met de stuks die ik in de vlogs van op reis al heb laten zien. Ik heb daar al enkele culottes in laten zien. Deze is de eerste. Een gestreepte culottebroek eigenlijk. Een heel leuk stofje met van boven van die knoopjes eraan. Het is een nude zwart gestreept patroon. Zit super comfortabel. Echt, zit als een droom. En volgens mij was die 13 euro. Wat ik ook nog op reis heb aangedaan en wat je zeker in de vlog hebt gezien als je mijn vlogs volgt. En als je die nog niet volgt, abonneer je zeker op mijn kanaal. Is deze culotte. En dat is een bordeaux met hier van boven knoopjes. Ik heb ze nu niet geknoopt, maar dit zijn de knoopjes van boven. Die heeft zakken. De vorige had dat niet. Deze wel. Superleuk. En dat is ook een culotte. Dus van onder breder met een blote enkel. Deze was 16 euro. Voor op reis had ik van bij Primark ook nog dit leuk handtasje meegenomen. Die was maar 10 euro. En ik dacht, het is super warm in de Arabische Emiraten. Mijn goede handtassen in die warmte. Ik had schrik dat ze zouden smelten of zo. Ik weet niet of de handtassen dat doen. Maar ik had er echt wel een beetje schrik voor. Dus vandaar dat ik dacht, ik ga in Primark gewoon een handtas zoeken. En ik vond deze eigenlijk heel leuk. Hij heeft van boven een handvat. Hij heeft nog zo'n extra lang hengsel. Het heeft wat weg van een Gucci handtas. Maar dat vond ik niet zo heel erg. Hier de ketting en dan het slotje dat draait om open te doen. Van voor heb je een vakje van binnen heel veel plaats. En dan nog eens een vakje met een rit. En voor 10 euro vond ik dat zeker niet slecht. Ik heb eigenlijk op vakantie niks anders dan dit gedragen. En dat is heel goed meegevallen. En hij is nog altijd intact buiten zo een paar draadjes die loskomen. Heeft hij het echt wel gered. Dus deze vond ik heel leuk. Het volgende kleedje had ik mee op reis. Maar ik had niet echt de gelegenheid om het aan te doen. Dus dat is wel jammer. Maar voor de winter met een kousenbroek onder zal deze ook heel leuk zijn. Het is eigenlijk een t-shirt kleedje. Dus het is een heel lange t-shirt. En dat vond ik heel leuk. In het bordeaux met een beetje een ribbeltjespatroon in. En van boven, het enige en ook het leuke detail eraan, is de kraag in verschillende kleurtjes. En met een glitterdraad erdoor vond ik echt wel heel leuk. Deze was trouwens 11 euro. En voor de winter kan je die zeker ook nog dragen. Gewoon een zwarte kousenbroek onder, Dr. Martens. En je bent good to go. Dus dit. Dan heb ik ook nog een jas gekocht. Meer bepaald een super lange trenchcoat. En als jij wel vaker naar Primark shoplog video's kijkt, dan heb je deze waarschijnlijk wel zien passeren. Want echt, bijna iedereen heeft hem. Het is ook roze in plaats van het bruinige dat je normaal in trenchcoats vindt. En dat vond ik wel heel leuk. Deze was trouwens 30 euro. En ja, is mega lang. Maar ik had nog niks in mijn collectie dat zoals dit is. En ja, nu is het een beetje wachten op herfstweer, want de zon schijnt weer keihard buiten, dus ik kan deze nog niet aandoen. Maar deze vind ik echt wel heel leuk. Dan heb ik 3 ribfluwelen stuks. Het corduroy, dat ze in het Engels zeggen. Ik heb ze nog niet echt kunnen dragen, want zoals ik net zei, het weer is eigenlijk echt heel goed geweest. Dus ik ben in volle afwachting van kouder weer. Het eerste dat ik heb in dit ribfluwelen stofje is een bordeaux rokje.
Want ik wil heel leuk de knoopjes omhoog. Het is een beetje een A-lijnvormpje. En ook deze zie ik mezelf dragen met gewoon een kousenbroek onder. Met Dr. Martens. Als ik het goed heb, was dit rokje 11 euro. En omdat ik het bordeaux zo mooi vond en ik kon natuurlijk niet kiezen, ben ik ook voor het groen gegaan. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar het is een heel diep groen kleurtje. Ook weer perfect voor de winter. Ja, hetzelfde als daarjuist. Ik denk dat die 11 euro zijn. Ik vond die heel leuk. En dan het derde in het ribfluweel stofje is dit kleedje eigenlijk. Van boven met zo van die gespen. En die is helemaal zwart met van onder twee zakjes. Deze was volgens mij 13 euro. Daar ben ik niet zo heel zeker van. Maar ik denk als de rokjes 11 waren, dan moet het kleedje er 12 of 13 of zo geweest zijn. Dan had ik ook nog meegenomen op reis, maar nooit gedragen, dit rode t-shirtje. Er staat op Love Always Wins. En die hebben we gekocht toen Antwerp Pride aan de gang was. Dan zijn we in de Primark van Antwerpen geweest en dan heb ik dit t-shirtje gekocht. Ik vind die boodschap ook echt heel leuk. Voor 5 euro kan je niet sukkelen en ik vind het echt een heel leuke t-shirt. En ik heb niet zoveel rood in mijn kleerkast, dus... De stukken die ik nu ga laten zien zijn allemaal heel kort geleden gekocht. 3 weken geleden ben ik naar Lille geweest. 2 weken geleden naar Antwerpen. En gisteren ben ik naar de Primark in Luik geweest. Dus ik ga gewoon beginnen met de stukken die ik in Lille heb gekocht. Het eerste dat ik in Lille heb gekocht is een hemd. En dat is het deze. Het is in een animal print motiefje. Meer concreet het luipaard motiefje. Het is een beetje Carmen Waterslagers voor zij die FC de Kampioenen kennen. Maar als je hem goed stylt, dan geloof ik echt wel in dit hemd. Het valt een beetje langer. Ik vind het heel leuk. Deze was 9 euro. Dan heb ik ook nog een ander hemd gekocht. Namelijk deze. Een beetje een roestige oranje kleur. Dit is het standaard hemd dat je bij Primark wel vaker kan vinden. Maar ik heb specifiek deze kleur gekozen. Omdat ik iets zocht om bij mijn diepgroene broek te gaan. Die ik in mijn vorige Primark shoplog heb laten zien. Zo'n heel klassieke mooie broek. Ik denk dat dit hemd daar wel heel mooi op kan staan. En ook het volgende hemd dat ik heb gekocht. Heb ik in mijn mandje gestopt met dezelfde reden. Als het oranje hemd. Dit gaat echt heel mooi bij die groene broek passen. Het is zo een mosterdgelige kleur met allemaal bolletjes zoals je kan zien. Deze was 9 euro. En het oranje standaard hemd was 13 euro. Dus deze twee hemden heb ik dan ook meegenomen. En nu ik het toch over hemden heb, ik heb er nog één gekocht. Namelijk dit bordeaux hemd. Er is een klein vlekje op, maar ik ga hem zo dadelijk toch in de was stoppen. Ik heb dit stijl van hemd al. Ik had zo'n zwarte in mijn vorige Primark shoplog laten zien. En ik zag deze bordeaux en ik dacht, ach, eigenlijk kan ik die toch niet laten liggen. Die kost 11 euro. En ik vind die voor de winter echt super leuk om in een rokje te stoppen of... in een broek, maakt niet uit. The sky is the limit met een basic hemd. En een bordeaux had ik nog niet, dus ik heb hem gewoon meegenomen. Buiten de hemden en de trui die ik zo dadelijk ga laten zien, heb ik eigenlijk een heel leuk t-shirt gekocht van de Barbie collectie. Ik weet niet of er een collectie was, maar er was gewoon één t-shirt waar de Barbie in stond. En die ziet er zo uit. I'm kind of a big deal. Kon ik gewoon niet laten liggen. Ik vond die zo grappig. Die was trouwens 10 euro, maar dat zijn van die t-shirts wel vaker. Ja, kon ik gewoon niet laten liggen. En dan heb ik natuurlijk ook nog enkele items gekocht specifiek voor de koudere dagen. Eerst en vooral heb ik, ook met het oog op die groene broek, deze mosterdgele trui meegenomen. Er zit zo'n beetje een streepjespatroon in. En die was 12 euro. En het was eigenlijk de roze versie die ik had gepast. En daarna heb ik de gele gekocht. Ik vond de kleur echt geweldig mooi. Want op Wednesdays we wear pink. Favoriete quote van favoriete film. Maar ja, ik kon die niet laten liggen. Ook 12 euro. Ik heb dan ook een andere trui meegenomen. Een beetje een crèmige wit. Niet echt, het is echt crèmekleurige trui. Hij heeft een kap, wat ik wel heel leuk vind. En toch een beetje anders dan een gewone standaard trui met een kap. Satijnen lint erin vind ik ook echt heel leuk. En deze trui die kostte... 14 euro. Bij de Primark in Lille heb ik een dikke grijze sjaal gekocht. Die kon ik gewoon niet laten liggen. Ik had nog geen enkele grijze sjaal in mijn collectie. Of toch niet zo'n
standaard grijze als hier. Deze sjaal kostte 8 euro, wat zeker niet slecht is en is heerlijk fluffy. Volgens mij gaat die echt heel warm zijn, dus die kon ik niet laten liggen. Ik heb dan ook nog twee leuke accessoires mee. Het eerste kostte 2 euro en is deze strik. Het is een speld, zoals je hier aan de achterkant kan zien. En nu ik kort haar heb en mijn haar hier langs de zijkant ook een beetje anders geknipt is, kan ik het vaker vastdoen en dan valt het van voor ook mooier. En dan dacht ik dat zo'n strik op de achterkant boven de staart wel heel leuk zou zijn. Hij is roze natuurlijk en is zo'n velvet stofje, wat ook heel leuk is. 2 euro voor een haarstrik. En dan heb ik voor 3 euro een hele leuke badge, zo om op je kleren te pinnen, gekocht met happy birthday. Binnenkort een jarige in de familie, dus dat vond ik wel heel leuk om dat mee te nemen. En eventueel kan ik hem nog bijhouden voor mijn eigen verjaardag of zo. Maar deze heb ik eigenlijk enkel in de Primark in Lille gezien. Die was ik in een andere niet tegengekomen. Ik ben heel blij dat ik hem heb meegenomen. Dus deze. Ik was trouwens ook mega verrast over het feit dat de kerstcollectie al bij Primark te vinden is. Ik kwam terug van op reis en ik denk dat we een week later naar de Primark in Lille zijn gegaan. En oh my god, het was daar gewoon kerstmis in die winkel. Echt, het lag daar vol met kerstspullen en ik kon natuurlijk niet anders dan al een paar kerstspullen meebrengen. Het eerste is deze kerstboom eigenlijk in het rose gold met van boven een sterretje erop. Die kostte 2 euro en eigenlijk dient hij om in die kerstboom te hangen, maar ik denk dat ik hem gewoon ergens ga neerzetten en het touwtje eraf zal knippen. Want een kerstboom in een kerstboom hangen is misschien een beetje stom. Maar ik vond die wel heel leuk, dus ik heb hem gewoon meegenomen. En het is rose gold, dus past zeker in ons interieur. Maar dan kwam ik natuurlijk nog enkele andere rose gold spullen tegen voor kerst. Eerst en vooral dit schattige, oh my god, schattige rendiertje. Ook met een lintje eraan om in de kerstboom te hangen, maar hij is wel redelijk zwaar. Dus ik weet niet of ik hem echt wil in de kerstboom hangen. Hij was 2 euro. En hoe cute is dit? Oh my god, ik vind het echt super schattig. Maar niet het enige. Want ik zag toen dit. En dat is zo een klein rendiertje dat je kan neerzetten. Het is van glas, dus je moet er wel mee oppassen. Deze was 6 euro en vond ik echt mega cute. Als het kerst is, dan zie ik die ook echt hier op de achtergrond of zo staan. En toen kwam ik de grote versie tegen. Ik ben niet zo zot als het lijkt, maar ik kon niet anders dan de mama bij het kindje kopen. En dan eigenlijk, als je het zo bekijkt, is dit de babyversie. Dus ik heb hier een klein familietje van rose gold rendiertjes. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Ik kan al niet wachten tot het kerstmis is. Heb ik al gezegd dat deze 7 euro kostte. En dat dat dus de grote versie is. En ook van glas, dus goed oppassen. En volgens mij ga ik die tijdens de kerstperiode hier vanachter op mijn achtergrond zetten. En dan gaat dat echt super leuk zijn. Die nacht ze niet laat vallen. Een familietje van 3. Heb ik trouwens al gezegd dat ik super veel dingen van Marie van Aristocatten heb gekocht. Want ik heb hier een zak gewoon met enkele Marie spullen opzij gezet. Dus op het einde van de video kan je alles zien wat ik van Marie heb gekocht. En geloof me, het is echt te veel. Dus dat was alles wat ik in de Primark in Lille heb gekocht. Ik heb er ondertussen de zak van de Primark in Antwerpen bij gehaald. En die ga ik nu ook eventjes uitladen. Het eerste dat ik hier uithaal is een beige badmat. Ik denk dat dat zichzelf een beetje verklaart. 8 euro voor een badmat. Die gaan we aan bad leggen. Ik weet niet of je het weet, maar dit jaar viert Mickey Mouse zijn 90ste verjaardag. Wat echt wel super is. En daarvoor heeft Primark ook enkele hele speciale items in de winkel liggen. Er lag dus superveel Disney spullen, Mickey, Minnie, alles en nog wat. En ik heb dan deze schattige muts gekocht. Hij is redelijk standaard, heel basic muts. Ziet ook super goed. Met dan het enige verschil dat hier de mini-strik hangt. Deze was 5 euro en ik ben er al mee naar mijn werk gefietst. Ik krijg toch wel enkele jaloerse blikken als ik deze op heb. Dus echt wel een aanrader. En ook super warm, dus top. In Antwerpen lag er natuurlijk ook al superveel kerstmisdecoratie, maar ook al kledij. De kerstmistruien van dit jaar waren niet echt mijn ding. Nu, geen enkele van die trui sprak me aan, maar deze t-shirt vond ik wel heel leuk. Zeker als we op het werk iets kerstmisachtig doen, dan zou ik deze t-shirt wel echt heel graag dragen. Er staat zo'n beetje van alles op. Pakjes, mutsjes, belletjes.
kerstbomen, echt alles en nog wat. En deze was maar 3 euro. Dus voor tijdens de kerstperiode vind ik dat echt wel heel leuk. Dan heb ik deze trui in Antwerpen gekocht. Die was er enkel maar in 2 keer extra smal. Maar zoals je kan zien is die heel breed. En ook zeker lang genoeg. 13 euro en is in een heerlijk kerstig groen kleurtje. Ja, die kon ik gewoon niet laten liggen. Die moest ik meenemen. Ideaal voor in december, de aanloop naar kerstmis. Ja. Ik heb hem gewoon meegenomen. En nu ik hier toch alles kerstgerelateerd laat zien, heb ik ook deze servietten gekocht. Een kerstmannetje met ho 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 erop. En dan zo de pinnenmuts is uitgesneden als het servietje. En dat vond ik echt heel leuk. Ook de kleuren vind ik super. Deze kostte maar 2 euro. Ideaal voor in december. Ik heb nog enkele spullen van in Antwerpen die ik jullie graag wil laten zien. Eerst en vooral deze ankle high socks. Met een flamingo erop. Die zijn gewoon wit. En hebben hier zo een ruffeltje met dan een flamingo. Deze kostte 2 euro. Dan heb ik ook nog een sport t-shirt gekocht. Omdat ik de kleur heel mooi vond. En ik ben eens met een vriendin Pilates gaan doen. En ik vond dat eigenlijk wel heel intensief leuk. Dus ik ben van plan om dat wat vaker te doen. En dan dacht ik een mooie losse roze t-shirt kan niet ontbreken. Deze kostte 4 euro. En als laatste heb ik eigenlijk een muts, een haaraccessoire gekocht. Namelijk deze barret eigenlijk. En ik weet niet of je het goed kan zien, maar het heeft van voor zo een strikje. En ik zal eens zien dat ik hem kan opzetten. En dat ziet er dan zo uit. En samen met de trenchcoat die ik in het begin van de shoplog heb laten zien, is deze echt wel een hele leuke combinatie. Dus deze kostte, eventjes kijken, 5 euro. En hebben ze ook in veel andere kleuren, maar ik dacht zwart. Met zwart doe je niks mis, dus ik heb de zwarte meegenomen. Eerst en vooral heb ik 3 verschillende maskertjes meegenomen. Specifiek van de Primark PS collectie. Ze zijn made in Korea, wat niet slecht is. En voor de gewone maskertjes was het 2 euro per stuk. En dan heb ik een foaming bubble mask meegenomen en dat was 1 euro. Dus ik dacht dat dat misschien wel leuk was om in een video te gaan gebruiken, te gaan testen. Zodat ik jullie kan vertellen of het wel of geen aanraders zijn. Ik heb hier een hydrating sheet mask met besjes en zo. En dan heb ik een refreshing sheet mask. En daarin zit munt, appel en ananas. Dus ik ben heel benieuwd om deze te gaan testen. En als jullie benieuwd zijn om deze in een video te zien, laat mij dan zeker in de reacties weten. Ik heb dan ook nog een ander verzorgingsproduct meegenomen, namelijk een serum voor het gezicht. Deze is energizing, kostte 6 euro. Dan heb ik van bij de beautyafdeling 4 keer nepnagels meegenomen. En ik dacht misschien ook om hier een video over te maken, maar dan een korte met te laten zien hoe ik ze aanbreng en wat ik ervan vind. Dus als jullie daarin geïnteresseerd zijn, ik stel heel veel vragen vandaag, maar laat het maar weten in de reacties beneden. Ik beantwoord mijn reacties trouwens altijd. Kunnen we fijn babbelen, dus zeker doen. De verschillende nagels die ik gekocht heb, zijn eerst en vooral gewone roze vierkantige. Die zijn 1,50 euro. Daarna heb ik terug zo wat vierkantachtig, maar dan in metallic, ook met roze en rose gold. Deze zijn 2 euro. En dan natuurlijk kon ik marble niet laten liggen. Eerst en vooral heb ik deze genomen. Die waren 3 euro en zijn een beetje puntiger, maar die wil ik wel veilen, want ik vind ze veel te groot. En er zit een beetje goud in. En dan heb ik nog een andere met marble. Die kostte ook 3 euro. Maar er zat rose gold en gewoon goud in. Die kon ik niet laten liggen. Dus ook deze heb ik meegenomen. Dan heb ik ook nog enkele accessoires gekocht. Waarvan het eerste van de Halloween collectie is. Het zijn deze rode duivelsoortjes met heel veel bloemen tussen. En ik ben niet van plan om naar een Halloween feestje te gaan of zo. Maar onze Belgische rode duivels die doen het wel heel goed in de voetbal. En als ze ooit nog eens heel goed spelen of we gaan kijken, dan kan ik deze aandoen. Ze waren 4 euro. En zo kan ik ze toch vaker dragen dan enkel met Halloween. Daarna heb ik ook nog voor 2 euro deze leuke oorbellen gekocht. Het zijn eerder zo studs. En ze zijn goud met groen. Vond ik heel leuk. Als je mijn video's al langer volgt, dan weet je dat ik deze ketting altijd aan heb. En ik heb hier eigenlijk ook al heel veel complimentjes en vragen over gekregen. Van waar dat die is, of waar dat je die kan kopen. En deze is van de Anasakone lijn voor Stillnest. Ik zal de link hier beneden zetten. Het is een rose gold ketting met mijn sterrenbeeld op.
Maar toen zag ik bij Primark dat ze ook nieuwe kettingen hebben met sterrenbeelden. En deze zou ik ook echt wel dragen. Dus als jij fan bent van sterrenbeeldkettingen zo rond, dan raad ik je zeker deze van bij Primark aan. Daarin staat het sterrenbeeld zelf. Ik ben Ram. Dus je ziet, ik vind het echt een hele mooie ram. En voor 3 euro wou ik die echt niet laten liggen. Samen dragen, dat gaat niet echt gaan, want het rose gold met het gewoon goud, ik vind niet echt dat dat samen past. Maar ik zie me deze zeker dragen. Het is niet omdat die van Primark is dat ik die niet zou dragen. Ik vind deze echt een aanrader. Als je hiervan van bent, dan zou ik zeggen zeker eens gaan kijken. Want volgens mij gaan deze heel snel uitverkopen. Ik heb voor in onze keuken een tabletje meegenomen om zeep op te leggen. Deze was 4 euro. En is in een marble steen, want het is echt wel heel hard. Ik durf deze niet te laten vallen. Ik vond deze heel mooi, heel leuk. Dus ik heb die ook gewoon meegenomen. En dan ben ik al aan de laatste zak beland. De zak van Primark in Luik, waar ik gisteren ben geweest. Ik moet zeggen, ik ben echt heel hard mijn best aan het doen om deze video niet te lang te maken. Maar ik kan er niet aan doen. Hier ligt echt superveel. Dus ik laat nu nog alles zien wat ik in Luik heb gekocht. En dan heb ik nog een extra zak met allemaal Marie Aristocatte goodies. Dus zeker blijven kijken. Bij Primark in Luik heb ik superveel trui gekocht. Een paar broeken en nog enkele hele leuke ditjes en datjes. Dus ik ga gewoon beginnen met de trui. Eerst en vooral heb ik voor 16 euro deze trui gekocht. Die is zo grijzig, heeft een korte kooltrui. Dit is de voorkant. Zo, dat is een beetje beter. Rood, blauw, witte strepen. Heel leuk. Het enige jammer is dat hier enkel nog in supergrote of in superkleine maten was. Er waren enkel nog maar 2 keer extra small of extra large. 2 keer extra large of large. En ik heb dan eerst de 2 keer extra small gepast, maar die was echt te klein. Die was niet zo heel mooi. En dan dacht ik, misschien is dat wel superleuk als ik die oversized koop. Dan kan je de mouwen oprollen, de trui eventueel een beetje in mijn broek steken. Heb ik gedaan. En voilà, de trui is meegekomen, want ik vond dat echt wel een hele leuke look. Dus ja, voor 16 euro nam ik deze trui mee. Dan heb ik voor 16 euro alweer. Ik denk dat elke trui die ik heb gekocht 16 euro kostte. Maar ik ben terug voor een animal print gegaan. Namelijk deze dit vest eigenlijk. Hier van onder heeft hij zakjes. Hij valt een beetje langer, dus dat vind ik wel heel leuk. En het feit dat het een vest is die je nog kan uitdoen als het dan toch te warm is geworden, vond ik echt een meerwaarde. Ik weet dat je dit ook in truivorm had, maar ik ben heel blij dat ik gewoon de vest heb gevonden. Is ook redelijk nieuw. Ik denk dat hij nog niet zo heel lang in de winkels ligt. Dus als je deze mooi vindt, dan moet je hem zeker nog wel vinden. 16 euro. Daarna was ik op zoek naar een kooltrui. Een chunky knit met een kool. Dat had ik nog niet. En ik dacht, als ik die ergens wil kopen, dan ben ik het best bij Primark. Want dat is niet heel duur. En als ik het dan toch niet vaak draag, ja, dan is dat niet zo heel erg. Maar ik heb hem gepast en ik ga hem wel echt heel vaak dragen. Want ik vind hem super mooi. Het is een lichtgrijzige trui. Niet wit en niet beige. Echt wel grijzig. En hij is zo echt chunky, knitted. Heel leuk. Ook 16 euro. Deze heb ik dan weer wel in 2 keer extra smal moeten nemen. Maar die valt zo echt heel breed. Dus mijn aanrader bij, of mijn tip bij Primark is om zeker te passen. Want de ene trui is de andere niet. 16 euro en ik heb die meegenomen. Daar ben ik heel blij mee. Met de volgende trui ben ik trouwens ook echt mega blij. Het was een beetje duurder, 19 euro. Maar je zal direct wel zien hoe dat komt. De pailletjes die erop zijn genaaid. Echt heel, heel, heel mooi. Het is een beetje een cropped trui. Dus met een high-waisted jeans valt die wel heel mooi. Maar ik vond de kleur en de pailletjes echt super. Dus die kon ik niet laten liggen. Ik heb hem gepast en ik had zoiets van, ja, die moet mee. En dan de laatste trui die ik gekocht heb is deze. Die kostte 16 euro. En het moet gezegd, girls, als je foundation draagt, let alsjeblieft op die kool. Want voordat je het weet, ziet die gewoon bruin. En dat willen we natuurlijk niet. Maar voor de rest vind ik het echt een hele leuke trui. Van voor heeft hij zo'n zigzaggend zwart patroontje. En van achter heeft hij gewoon een streperig patroontje. Dus dat vond ik wel heel speels. Vond ik heel leuk. Deze trui die was dan weer wel 16 euro. Dus ja, kon ik niet laten liggen. Die is ook zo heel fluffy, heel zacht.
Vond ik heel leuk. Dan heb ik bij de mannencollectie nog enkele t-shirts gekocht. Want ik weet niet hoe het komt, maar ik denk dat ze bij de Primark in Luik alles een beetje aan het verzetten waren. We zijn op vrijdag gegaan. Dus volgens mij waren ze alles van aan het klaarzetten voor de zaterdag. Maar er waren echt geen t-shirts, wat super jammer was. Dus dan zijn we gewoon naar de mannencollectie gegaan. Daar hebben ze tegenwoordig ook extra smal. En die t-shirts die passen ook echt wel voor meisjesachtige figuren. Dus eerst en vooral heb ik voor €2,50 deze beige meegenomen. Echt een trendkleur trouwens deze winter, beige. Dan heb ik ook nog een felblauwe meegenomen, die was ook €2,50. En de laatste die ik mee heb voor €2,50 weer al is zo'n beetje een mauve-achtige kleur, een donkerrozig. Vind ik echt een mega mooie kleur. Maar ook bij jongens vind ik dit echt een prachtige kleur. En als laatste heb ik hier nog enkele broeken liggen. En het eerste is eigenlijk super grappig, maar ik heb weer een heerlijk donkergroene broek gekocht. Deze is wel helemaal anders dan de broek van mijn vorige shoplog. Deze is heel classy. De vorige was ook classy, maar deze in een ander opzicht. Je zal eens op de aanbeelden wel zien wat ik bedoel. Deze is heerlijk breed, van boven tot beneden. Echt super, super mooi. Deze was trouwens €16. En heb ik ook nog twee paar jeansbroeken gekocht. Alle twee in een ander formaat. Ze zijn alle twee €17. De eerste heb ik met een lichtere washing genomen. In de winkel zag die een beetje groenig, alleen zo dit hier. Maar nu ik het hier in het licht zie, is het eigenlijk gewoon een lichte washing. Daarachter ziet hij er zo uit. En deze heb ik gekocht bij de afdeling Body Sculpt Skinny. Die ziet er gewoon echt heel lekker, heel fijn. En ik had er zo'n al, dus dit is de eerste die ik daarvan gekocht heb. En de tweede is eigenlijk een donkerder blauw. Die heeft dat van achter ook, zodat lifting effect, zo die naad hier met de zakken. En die ziet er van voor zo uit. Ik heb specifiek gezocht naar broeken zonder gaten, zonder scheuren. Gewoon voor het werk is dat een beetje plezanter. En deze vond ik heel mooi. Heel donkerblauw. Superleuk. Dan heb ik hier nog enkele andere leuke accessoires. Waarvan het eerste dit rendier diadeempje is. Met belletjes aan. Om dezelfde reden als het t-shirt dat ik gekocht heb. Ideaal voor ofwel mee te nemen naar het werk, wat super grappig is. Ofwel gewoon tijdens de kerstperiode is te dragen. Het ziet er zo uit. En ja, ik zou er geen hele avond mee rondlopen. Elke kleine beweging dat je maakt, zal je de belletjes horen. Maar voor eventjes is dat zeker wel leuk om iets te dragen. En die kostte €4. Daarna vond ik bij de home afdeling deze mini fizzy mix. En zoals je kan zien is dat een doosje met allemaal snoep in. En hier aan de zijkant zit zo'n mini schepje. Hoe schattig is dat? Ik vond dat echt super leuk. Voor als je gasten over de vloer hebt of zo, kunnen ze een snoepje scheppen. Maar als het potje op is, is het ook super leuk om bijvoorbeeld M&M's in te steken. Of om suiker voor bij de koffie. Of eender wat. Ik vond dat echt super leuk. Ik ben wel een sucker voor van die kleine leuke dingetjes. Deze laat ik denk ik in elke shoplog zien. Ik heb de grote wattenschijfjes voor €1,50 meegenomen. Dat zijn die ovaalvormige. Vind ik gewoon heel leuk om te gebruiken. Je weet het misschien of niet als je mijn shoplogs al langer volgt. Maar ik fiets naar het werk. En ik heb zo het gevoel dat we een hele koude winter tegemoet gaan. Dat we zo'n goede zomer hebben gekregen. Vrees ik echt voor een ijskoude winter. Dus ik ben de weergoden al voor en ik heb leren handschoenen meegenomen. Deze zitten zo strak dat die gewoon meteen in je jas zitten. En een leren handschoen laat ook geen wind door. Dus dat vond ik echt wel een groot pluspunt. Ze waren €9. En wat ook super leuk is, is dat je ze kan gebruiken voor je gsm. Niet dat ik op mijn fiets zou sms'en of zo. Maar als je op je bus staat te wachten en je draagt deze handschoenen, dan kan je dus gewoon op je gsm berichtjes sturen of YouTuben of naar deze video kijken. Dus dat vond ik echt wel een grote plus aan deze handschoenen. Dus die heb ik gewoon al meegenomen voor de winter die komt. Dan had ik bij de home afdeling dit gevonden. En ik moet het zeggen, er is niks op komst. Helemaal niet. Maar ik ben natuurlijk al 25 en ik ga niet eeuwig wachten. Ik heb zo'n baby shower spulletjes gekocht. Hierin zitten dus verschillende
plakkaatjes om op een stokje te doen. En dan kan je zo een fotobooth-achtig iets maken. Teen boy, teen girl. Het is dus voor als je zwanger bent en je doet het feestje waarin je het geslacht van je kindje vertelt. Als je dat wil vertellen. Er zit dan een groot lint bij. Mom to be. En dan teen boy, teen girl. Vind ik echt super leuk. En het is niet voor nu, maar het moet er ooit wel eens van komen. Dus dan heb ik dat gewoon al in de kast liggen. Voor €3,50 dacht ik, ik neem het gewoon mee. Dat is altijd fijn. Bij de make-up afdeling werd mijn oog eigenlijk tot dit palet getrokken. Gewoon omdat het roze is en er in het Rose Gold Rose Quartz op staat. Een highlight en glow palet. Zo ziet de binnenkant eruit. Heel mooie verschillende kleurtjes. Ik zal ze anders ook eventjes swatchen. Ze voelen echt heel goed. Geen fallout. Wauw. Ik weet niet of je dit kan zien, maar we gaan hem eventjes testen. Wauw, oh my god. Ik ga de andere kleurtjes ook eventjes swatchen. Deze roze kleur. Oh my god. Ze voelen wel echt heel crèmeig. Ik ga zien dat je het kan zien. Hoe mooi zijn deze kleuren. Oh my god. En dan de laatste. So sweet. Ze hebben trouwens ook elk een naampje. Super mooi. Oh wauw, ik vind het echt heel mooie kleurtjes. En ik had deze ook nog niet online gezien. Er was ook nog een zelfde paletje in een lichtblauwig kleurtje. En daarin zaten zo wat lila-achtige kleuren. Nu, ik moet zeggen dat dat mij niet echt aansprak. Omdat ik dat past niet echt bij hoe ik mijn make-up doe en zo. Maar deze roze wel. En nu ik de swatches gezien heb, vind ik ze echt wel heel mooi. Ik ben hier heel hard van onder de indruk. Dus heel benieuwd om hiermee te gaan spelen. Dat was niet het enige dat ik heb meegenomen, want ik dacht, ik ga niet het blauwig paletje kopen. Maar ik ben wel heel benieuwd naar hoe zo'n kleurtje mij zou staan. Dus dan ben ik gegaan voor een klein paletje. Allee, paletje. Ik ben voor een mono gegaan, ik zal het zo zeggen. Die ziet er zo uit. Het is van de Dusk collectie. En dat was eigenlijk het enige dat ik van die Dusk collectie heb gezien. Die kostte €4. De kleur, zo'n beetje een lila-achtige highlighter. En dan ga ik die natuurlijk ook eens testen. Deze voelt korreliger. Niet zoals de vorige. Zo ziet die eruit op mijn vinger. Heel lila. En dan zal ik die hier swatchen. En dan ziet die er zo op mijn arm uit. Zeker niet slecht, wat meer lila-achtig. Dus ik ben ook heel benieuwd om hiermee mijn make-up eens te gaan doen. Echt heel leuk. En dan kom ik bij het laatste gedeelte van de shopvlog. Het leukste mag ik zeggen. Ik heb deze zak gevuld met alles wat ik van Marie heb gevonden tijdens mijn verschillende Primark shopping tripjes. Het zijn allemaal pyjama-achtige dingen. Dus homeware, pyjama, een paar pantoffels en zo. Dus ja, ik heb mij weer laten gaan. Als je mij langer volgt, dan weet je. Iets van Marie kan ik niet laten liggen. En ik krijg ook heel veel verschillende berichtjes van jullie. Vind ik super leuk. Iemand had mijn Marie rugzak doorgestuurd. Altijd naar gezocht, nooit gevonden. Iemand had mijn Marie pantoffels doorgestuurd. Die heb ik gevonden, dus super hard bedankt daarvoor. Het is door jouw berichtje dat ik naar die pantoffels ben gaan zoeken. En ik heb ze uiteindelijk gevonden, dus super hard bedankt. En nog iemand anders had mij nagels doorgestuurd. Nepnagels van Marie. Die zagen er op foto echt super leuk uit. Dus ik ben daarnaar gaan zoeken. Vandaar dat ik ook de andere nepnagels heb gekocht. Maar die heb ik nooit gevonden. Dus super jammer, maar toch bedankt voor jouw berichtje. Ik vind dat echt super leuk als jullie mij een berichtje sturen via Instagram. Echt, ik antwoord daar ook altijd op. Dus je mag dat zeker doen als je sowieso iets ziet dat wel bij mij past. Hoe dan ook, ik ga nu beginnen met alle spulletjes die ik van Marie heb gekocht. Ik zal dan maar beginnen met de pantoffels die een kijker me had doorgestuurd. Die zien er zo uit. I woke up like this. Ik zal misschien het karton er eventjes afhalen. Dan kan je zo eentje al goed zien. Er staat op I woke up like this. Hashtag grumpy. En ik vind dat ze daar echt super schattig op staat. Het zijn roze pantoffels. Ja, ik heb ze ook nog niet echt gedragen. Want het is er nog niet echt koud genoeg voor geweest om pantoffels te dragen. Maar ze kosten €6. En ze zien er zo uit. Allee, ze zien er zo uit. En ik ben hier echt mega blij mee. Daarna heb ik gisteren bij de Primark in Luik deze trui gevonden voor €10. En ik denk dat dit echt nieuw is, want ik heb deze bij nog niemand gezien. Ik had hem zelfs nog niet online gezien. Ik was helemaal verrast toen ik het zag, maar het is een babyblauwe trui.
En dit is toch echt het klassieke aristocratische beeld. Met de twee grootjes die daar met de staarten zitten. Met de kleintjes die aan het spelen zijn. Het is lichtblauw, vind ik super mooi. Maar ook met heel veel rose gold. En dat vind ik nog leuker. Deze trui kon ik niet laten liggen. En ik moet eerlijk zijn, er was een joggingbroek bij. Maar daar stonden enkel zij met hun achterkant op. Dus dat vond ik het niet echt waard. En ik zou dat toch ook niet echt dragen. Maar ik heb nog wel iets anders bij waar ik dit wel op zal dragen. Dus een heel leuke trui. Ben ik heel blij mee. Daarna heb ik ook bij de Primark gisteren in Luik deze pyjama gevonden. En eventjes kijken hoeveel dat die kost. Ook 10 euro. Het is dit setje. Today's plan, een beetje slapen, leuke Marie, heerlijk roze. Met dan zo een leuk gestreept shortje. Hier staat niks op, maar hoeft ook niet. Ik vind het echt een superleuk shortje. Mega leuke t-shirt, niet te spannend, niet te warm, niet te koud. Echt mega leuk, ik ben hier zo blij mee. Ik kan hier zo blij van worden. En hier aan de onderkant, zo'n klein detail met dan Marie op. En ik vind dat echt super schattig. Maar ook deze had ik nog nergens gezien. Dus ik denk dat dit echt nieuw is. Dan heb ik dit setje in Antwerpen vorige week gekocht. En hier ging ik wel specifiek naar op zoek. Het shortje ziet er zo uit. En Primark had dit op hun eigen Facebookpagina gezet. Vandaar dat ik ook wist dat het in de winkel was. Hier zie je een lopend marietje op. Het is gestreept met dan de blauwe strik. En het bovenkantje, vind ik ook wel heel leuk, is redelijk kort. Dus eigenlijk is dit wel een ideale zomerpyjama. Hier staan Marie en Bellio op. Bad Catitude, vond ik echt heel leuk. En dit was 5 euro, dus voor het setje betaal je in totaal 12 euro. Daarna heb ik bij de Primark in Lille deze pantoffels gevonden. Die zien er zo uit. Mega schattig. Die oortjes kan je bewegen. Gewoon Marie pantoffels. Voor als die andere ja, na een verloop van tijd beginnen pantoffels wel te ruiken. Dus dan heb ik deze als backup. Vond ik mega cute. Keileuk. Dus die heb ik gewoon meegenomen. Dan heb ik als laatste nog twee stuks slaapkledij. Ze lijken op elkaar, maar het zijn wel andere items. Eerst en vooral heb ik een broek. En ik vond het patroon heel mooi. Zo'n lichtrozig gestreept stofje. Met dan een hele mooie foto. Alleen een tekening van Marie zelf, zeg maar. Vond dat echt heel mooi. En hier van onder, aan de andere kant van de broekspijp, staat dan nog eens deze afbeelding. Dus dat vond ik echt mega cute. De stofje is trouwens echt heel aangenaam. Het is zo geen stijf katoen, maar het is zeker ook geen flanel. Ik heb enkel het onderstuk ervan meegenomen, omdat het bovenstuk vond ik een beetje te. En dan ga ik het ook echt veel te warm hebben. Dus deze broek gecombineerd met het t-shirt van daarnet, denk ik dat echt wel een hele combinatie kan zijn voor wanneer het shortje te koud gaat worden. Dus ik heb deze broek meegenomen. Heb ik al gezegd hoeveel dat die kost? 10 euro. En dan van datzelfde gestreept patroontje, ze lagen trouwens ook dicht bij elkaar, heb ik dit hemd meegenomen. Een lang slaaphemd. Op het zakje staat très chic. En van onder hebben we een hele grote mooie tekening van Marie. Er staat op look at my back, maar dat is niet voor een afbeelding of zo. Het is voor de ruches. En dit kostte 13 euro. Dat is een beetje meer dan enkel de broek. Maar ik krijg er dan ook wel een volledige pyjama outfit voor. De mouwen die staan nu op kort. Maar zoals je aan het knopje kan zien, kan je die ook gewoon lang dragen. Dus dit was het laatste item. Slaapkledij van Marie. Maar het was niet het laatste Marie item. Want ik heb nog een paar dingetjes. Ik heb er wel geteld 2. En zoals je kan zien zijn het toiletzakken. Eerst en vooral heb ik een kleine versie. En die ziet er zo uit. Een licht grijzig of taupe-achtig kleurtje met allemaal verschillende Marie-kopjes, strikjes en nog wat pootjes in een supermooi roze. De rits zelf is ook roze. Deze kostte 6 euro, wat ik zeker niet slecht vond. En dan komt natuurlijk de vraag, voor wat ga je dat in hemelsnaam gebruiken? Je hebt superveel toiletzakken, dat klopt. Maar deze wil ik specifiek gaan gebruiken om mijn stiften, schrijfgrieven en zo in te stoppen. Want ik heb onlangs bij Action zo'n bullet journal gekocht. En ik ben superveel YouTube-video's aan het bekijken van hoe kan ik die gaan in
indelen, want ik heb een eigen agenda. Maar mijn bullet journal wil ik heel graag gaan gebruiken om dingen in te gaan tracken en zo. En daarvoor zijn leuke kleurtjes, altijd wel handig. En ik ben van plan om die hierin te stoppen. Zoals je kan zien, kan die als pennenzak zeker wel dienen. En er kan superveel gerief in. Dus voor 6 euro heb ik deze meegenomen. En dan om af te sluiten zag ik deze toiletzak 7 euro. Zeg nu zelf. Hoe cute is dit? Dat kan je toch niet laten liggen? Het is hetzelfde patroon als de pyjama die ik gekocht heb. Met ook hetzelfde hoofdje. En dan van onder staat er oh la la bij. En de rits is weer al roze. Echt superleuk. Een groot toiletzak. En als je gaat vragen voor wat ga je deze gebruiken, dan ga ik hier mijn washi tape zien stoppen. Want ik heb al een Marie toiletzak vol met washi tape. Maar die gaat echt uit zijn voegen barsten. Dus deze als extra erbij is echt een superleuk idee. Dan heb ik twee Marie toiletzakken vol met washi tape. Ik vind hem te cute. Wat vinden jullie ervan? Ik vind hem echt heel schattig. En die heb ik in Lille gekocht en sindsdien niet meer gezien. Niet in Antwerpen, niet in Luik. Dus ja, ik hoop als je hem mooi vindt dat je hem toch nog ergens kan vinden. Ik vind hem super cute. En dat was hem dan, mijn Primark shoplog voor de herfst, winter. Ik denk niet dat ik gelogen heb toen ik in het begin van de video zei dat het een mega grote shoplog gaat worden. Ik hoop dat ik er snel genoeg ben doorgegaan. Als jij Primark video's leuk vindt, doe dan zeker je duimpje omhoog. Vind ik altijd super leuk om te zien als iemand mijn video leuk vindt. En abonneren op mijn kanaal doe je door op mijn foto hier te klikken. Zo blijf je op de hoogte van alle video's die ik post. En dan zie ik je graag terug in de volgende video. Daag!